ben in september gestart met dual leren en de werking daarvan was om 2 dagen nog naar school te gaan en dan de rest van de week op de werkvloer te staan. In duale richting kreeg je de kans om te werken en een vergoeding te krijgen en je studie af te ronden op het einde van het jaar met hetzelfde diploma. Dus ik zou het niet goed begrijpen waarom je het niet zou doen. Bij duaal leren, je krijgt echt elke maand een goed bedrag zakgeld in principe. Ik heb ook zo voldoende geld verdiend om een brommertje te kopen. Het is niet dat de dingen moeten wegvallen omdat je in de bouw werkt of duaal leren doet. School leert je wel hoe je moet metselen of hoe je moet tegelen. Maar op de werkplek leer je toch wel de kneepjes van het vak. Ik vind het wel leuk, omdat het is vrij veel nieuwe dingen, vrij veel variatie. Je ziet je huis van op de grond tot in het dak. En daarom ben ik ook naar het dak gegaan. Duaal is leuk, omdat je met je handen kunt werken. En je ziet nergens zoveel als op de werf zelf. En hoe ik het heb ervaren, vond ik dat een zeer tof werksysteem. Werknemers van Kurt hebben mij zeer goed begeleid in alles. Als ik iets vroeg, was het nooit te veel. Ik heb er zeer veel in bijgeleerd en ik heb me echt geamuseerd. Als er iets is op je werkplek, dan kun je bij je trajectbegeleider of is er iets op school naar je trajectbegeleider. Is er op je werkplek iets naar je trajectbegeleider. Dat gaat eigenlijk echt redelijk snel voorbij. De bouw kijkt verder.